Het waterschap oefende dinsdag de sluiting van de hoogwaterkering aan de Waalkade in Nijmegen. Tijdens de oefening werd gekeken of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is en hoe de samenwerking met de gemeente en de aannemer die de kering plaats verloopt. We staan nu op de Waalkade in Nijmegen. We hebben vanochtend een oefening gedraaid om de coupure voor het casino op te bouwen. We doen het in twee fases. Normaal bij hoogwater wordt eerst de eerste fase opgebouwd. Dat duurt ongeveer 3 uur. Als we dus hier zijn met de spullen, zijn we 3 uur bezig om dat op te bouwen. En als het water dan nog verder stijgt, dan bouwen we de tweede fase op. Dat hebben we dus vandaag ook gedaan. En dan zijn we 2,5 uur mee bezig geweest. Bij extreem hoogwater plaatst het waterschap de kering van 2,25 meter hoog en 1500 meter breed. Hierdoor kan het rivierwater niet de stad instromen. De barrière is ontworpen na het extreem hoogwater van 1995. Wanneer er hoogwater wordt, dat weet je van tevoren nooit. Dat kun je ook niet voorspellen. Maar je weet wel dat het een keer komt en dat het zo hoog kan komen. En daardoor is de hoogte van de kering erop berekend. Dat hier dus het water wat we verwachten dat hier langs kan komen. In extremo dat dat gewoon gekeerd kan worden. Zodat we in Nijmeegse benedenstad droge voeten houden. Twee nachtwinkels openen binnenkort de deuren in het centrum van Nijmegen. Zowel in de Bloemenstraat als in de Hetterstraat kunnen Nijmegenaren tot diep in de nacht hun boodschappen doen. De gemeenteraad besloot voor de zomer voor een proef met twee nachtwinkels in het centrum van Nijmegen. Het gaat om kleine levensmiddelenwinkels die tot 4 uur 's nachts open mogen blijven. Volgens het college horen nachtwinkels bij een grote stad met studenten. Om overlast tegen te gaan mogen ze na 10 uur 's avonds geen drank meer verkopen. Verder mogen de nachtzaken niet groter zijn dan 150 vierkante meter en moeten ze goed bereikbaar zijn.